Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video heb ik weer een keer een garen review voor jullie. Het garen wat ik voor jullie ga reviewen stond al een tijdje op mijn lijstje en ik heb het ook al een hele tijd in huis. En dat is de Whirl van Scheepjes. Dat zeg ik, heb hem al een hele tijd in huis. En de grote zus van de Whirl, die heb ik natuurlijk al een keer een review gegeven. De Whirly Gig. Mocht je die nog niet gezien hebben, dan zal ik de link ervan ook eventjes onder deze video in de beschrijving gaan plaatsen. Dan kun je die ook nog eventjes gaan bekijken. Maar in deze video ga ik dus de Whirl en de Whirlette ga ik een review geven. En uiteraard ga ik ook eventjes een klein stukje testhaken. Dus laten we gauw gaan beginnen. Nou, dit is mijn huidige collectie van de scheepjes Whirl en Whirlettes. Dat zijn er aardig wat zoals je kan zien. En van deze kleurtjes van de Whirlettes heb ik meerdere bolletjes. Maar ik heb gewoon van elke kleur die ik heb eventjes één bolletje neergelegd. En zoals ik het nu op mijn schermpje zie, komen de kleuren niet echt helemaal perfect over. Maar goed, dat los ik op door kleurkaarten in beeld te laten komen ook van de desbetreffende bolletjes die ik jullie ga laten zien. Ik ga eerst beginnen met de Whirls. Die ga ik stuk voor stuk eventjes laten zien en eventjes daar iets over vertellen. En daarna nog een klein beetje over de kleine bolletjes, de Whirlettes. Daar ga ik ook nog even een klein dingetje over vertellen. Dus ik schuif alles even aan de kant en ik ga ze stuk voor stuk eventjes bespreken. Met de Whirls. Dat staat nu hier voor mij op tafel. Vijf verschillende kleurtjes. En het zijn vier verschillende varianten. Deze twee, dat zijn de reguliere varianten. Deze roze, die valt onder de ombre variant. Deze groen-bruinige, dat valt onder de Woolly Whirl variant. En dit is ook eigenlijk een reguliere versie van de Whirl. Het staat ook op het label, gewoon Whirl. Maar dit is dan nog weer een speciale collectie. Dat is de Aurora collectie. En dat zijn een aantal Whirls die eindigen aan de buitenkant met een zwarte kleur. Dus zo zijn er vier collecties van de Whirl. En van de Whirls bij elkaar, dus ongeacht of de Aurora regulier, omber of woolly is, bij me klaar bestaat de gehele collectie van de Whirl uit 54 verschillende kleuren. Dus dat is behoorlijk wat. Je ziet hier dus vijf varianten in beeld. En dan begin ik eventjes met de reguliere versie. Dat is deze dus. En deze, die vallen onder de reguliere lijn van de Whirls. Een hele mooie kleurencombinatie. Dit is dan de Cotton Candyman. Die gaat van blauw naar heel licht groen, geel, oranje en uiteindelijk naar wit. En dit is een van mijn meest favoriete kleurencombinaties van de Whirl. Vooral omdat het geel er ook gewoon lekker uitknalt. En dat vind ik dus bij deze ook helemaal geweldig. Ik ben echt fan van de heftige knalkleuren. Dus dat zijn deze dus echt. Maar goed, dit is dus de reguliere variant van de Whirl. Dan heb je ook nog de ombre variant. Dat is deze. En die bestaat eigenlijk uit één kleur.
Alleen gaat hij heel subtiel over in andere tinten van die kleur. Zoals dit is dan de roze variant. En deze heet Coral Catastrophe. Dus dat zijn echt allemaal roze tinten. Hij gaat echt van diep roze naar steeds lichter roze. Dus dat geeft ook een heel mooi verloop van de kleuren. Nou, de Aurora variant. Die knalt ook lekker. Die gaat van geel naar wit. Naar donkergrijs en dan naar zwart. Dus dat geeft ook wel een heel mooi verloop van het garen. En de Woolly Whirl heeft eigenlijk ook hetzelfde. Gewoon een heel mooi verloop van verschillende kleurtjes. Zoals ik al eerder meldde, ik ga van alle varianten van de Whirls ga ik even kleurkaarten in beeld voorbij laten komen ook. Zodat jullie kunnen zien hoeveel kleuren er zijn en wat de kleurverlopen allemaal zijn van dit garen. Want dat is eigenlijk ook wel het unieke van de Whirls. Ze zijn natuurlijk al een behoorlijke tijd uit. Ik heb ze ook al een behoorlijke tijd in huis, maar eigenlijk nog nooit aan toegekomen om daar de review van te maken. Maar deze lijn bestaat dus al een hele tijd. En nou, bij mij weten, als ik het nog goed weet te herinneren, was Scheepjes ook een van de allereerste merken die dit garensoort op de markt bracht. Cakegaren bestond natuurlijk al een tijdje en ook met verloop. Bestond ook al een tijdje, maar de manier waarop deze is samengesteld was toen echt wel heel erg uniek. En Scheepjes was daar een van de eerste mee die dat dus op de markt bracht. Want, dan gaan we even naar de samenstelling van het garen. Kijk, dat staat hier. Het garen bestaat uit 60% katoen en 40% acryl. Nou, en dat maakt dus dat het garen echt heel zacht is door het acryl. Maar ook echt heel sterk stevig garen is door de katoen die erin zit. Het garen is getwijnd. Dat betekent dus dat het bestaat... En dan trek ik eventjes wat van de draad uit de bol. Kijk, en dan zien jullie het al een beetje. De draad bestaat uit verschillende draadjes... Die samengedraaid zijn tot één draad. En dan ga ik even kijken hoeveel er zijn in totaal. 6 draadjes. Het is een beetje lastig in beeld brengen. Maar deze draad bestaat dus uit 6 dunnere draadjes. Die dan weer samengedraaid zijn tot dus de complete draad in het garen. En dat draaien van die draad, dat is dus twijnen. Nou, en het kleurverloop van deze garens gaat ook heel subtiel. En dat hebben ze weten te creëren door elke keer één draadje vanuit de complete draad. Dat zijn dus 6 draadjes zijn het. Elke keer laten ze één draadje van kleur veranderen. Nou, dat draadje is er dan aan vastgeknoopt. Waardoor je dus het hele subtiele verloop gaat krijgen... En stukje bij stukje gaan er steeds meer van die draadjes van kleur veranderen. En daardoor krijg je dus het hele mooie subtiele verloop van kleuren in je werk. Nou, dat was toen de tijd dat Scheepjes dit uitbracht. Echt een uniek iets. Nou, inmiddels zijn er natuurlijk veel meer varianten in de wereld van het garen gekomen. Maar Scheepjes had daar, naar mijn idee, toen de wereldprimeur mee. En daardoor ook echt... Vanaf het moment van uitbrengen van dit garen is dit al echt super populair. Ik neem aan dat iedereen ze inmiddels ook wel kent. Nou, en ik ben ook echt mega fan van dit garen. Ook vanwege het kleurverloop, maar ook vanwege de structuur van het garen. Het is gewoon echt heel prettig ook om mee te werken. Het zijn... 215 tot 225 grams bollen. Dus het gewicht zit er een beetje tussenin.
En er zit tenminste 1000 meter op één cake. Ik noem het elke keer bollen, maar eigenlijk zijn het dus gewoon cakejes. Dus het is een behoorlijke hoeveelheid agaren op deze cake. Kijk, en 100 gram komt overeen met ongeveer 455 meter. Nou, dat is ook best wat. Het garen is geschikt volgens het label voor naald 3,5-4. Nou, ik ga straks ook een stukje test haken. En dat doe ik met naald 3, 3,5 en 4. Dus ik ga die maatjes allemaal gebruiken om te kijken hoe het garen zich dan gaat houden. Nou, verder zie je hier op het label ook nog allemaal verschillende namen staan. Kijk, en er staat hier een V'tje voor. Dus dat is de naam van deze cake, de Cotton Candyman. Nou, dan kun je dus al zien dat er een hele lijst met namen staat. Dus dat zijn allemaal andere varianten van de Rule. Kijk, zoals deze heet dan bijvoorbeeld de Red Velvet Sunrise. Nou, deze is dan ook 60% katoen en 40% acryl. Het is dezelfde samenstelling. En dat is bij de Ombre volgens mij ook zo. Ja. Ombre is precies hetzelfde, 60 om 40. Hetzelfde hoeveelheid op een bol ook. En de Aurora collectie is ook 60 om 40%. Dus de enige die qua samenstelling afwijkt, dat is deze. En het staat ook op het label. Dit is de Woolly Whirl. En het enige verschil aan deze is dat deze uit een samenstelling bestaat van katoen en wol. 70% katoen en 30% wol. Het precieze type wol wat ervoor gebruikt is, dat durf ik niet te zeggen. Dat heb ik ook niet echt kunnen achterhalen. Maar het is in ieder geval wel een wol waar ik tegen kan. Want sommige wolsoorten, en ik ben er zelf nog niet echt helemaal achter waar ik niet tegen kan. Maar er zijn een aantal wolsoorten waar ik dus gewoon echt niet tegen kan. Maar daar heb ik bij deze dus helemaal geen last van. Dit kan ik gewoon prima in mijn handen houden. Kan er ook gewoon prima overheen wrijven. Kan het ook in mijn gezicht houden zonder er last van te krijgen. En als ik de Woolly Whirl vergelijk met de reguliere Whirl, dan voelt de Woolly Whirl inderdaad echt een stukje zachter aan. Ook deze draad is heel erg stevig, omdat die uit 70% katoen bestaat. Dus dat maakt de draad echt heel stevig. En het geeft toch nog weer even een wat zachtere uitstraling, een zachter gevoel, door de 30% wol die eraan toegevoegd is. Dus het is ook wel een hele leuke variant van de Whirl. En zo uit mijn hoofd zijn er 4 kleuren in de Woolly Whirl. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar dat kunnen jullie zien op de kleurkaarten die ik toe ga voegen. Dus ja, ik ben echt vanaf het allereerste moment dat ze uitkwamen echt al op slag verliefd geraakt op dit garen. Zeker ook nadat ik het toen uiteindelijk ook echt vast kon houden. Toen was ik helemaal verkocht aan dit garen. En ja, het is gewoon ook echt super gaaf dat er ruim 54 kleuren of kleurverlopen te krijgen zijn van dit garen. Dus er is eigenlijk altijd voor iedereen wel wat wils qua kleurtjes. Je kan het echt in de herfsttint pakken, bijvoorbeeld met deze. Je kan echt de knalkleuren van de zomer pakken. Nou, je kan voor een heel subtiel tintverloop gaan in plaats van kleurverloop, maar dat je met tintjes een verloop garen hebt. Dus ja, er is eigenlijk voor iedereen wel wat wils qua kleuren wat dat betreft. Dus ja, dit zijn dan de Whirls. Dan ga ik nu nog eventjes in het kort de roulette aan bod brengen, want het hoort ook bij deze collectie. Dus ik schuif deze eventjes aan de kant en dan ga ik jullie nog eventjes de roulettes laten zien. Dit zijn de roulettes. De kleine cakejes passend bij de Whirl. Ik heb zelf, zoals je kan zien, 5 kleurtjes.
En de complete collectie van de Bralettes die bestaan uit 19 kleuren. En die kleuren die zijn dus allemaal te combineren met de Rules. Het garen is exact hetzelfde als de Rules. 60% katoen, 40% acryl. En geschikt van naald 3,5-4. En het zijn dan 100 grams bolletjes met 455 meter op één bolletje. Nou, zoals ik al zei, er zijn 19 verschillende kleuren. Dit is dan de kleur met de naam citrus. Het is echt een beetje een rood-oranje kleurtje. Nou, dan heb ik ook nog twee groene varianten. Een wat donker-bruine variant. Dus dan de avocado. En echt een hele mooie mintkleur. En dat is dan de bubbel. Ook van deze cakejes ga ik eventjes de kleurkaarten toevoegen in deze video. Zodat jullie ook alle kleurtjes eventjes kunnen gaan bekijken. En dat vind ik ook echt wel het leuke dat ze dit gedaan hebben. De kleine cakejes er nog bij. Want daarmee kan je dus je rolls gaan vergroten eventueel. Als ik dan bijvoorbeeld eventjes deze erbij pak. Dit is dan de Woolly Whirl. Stel, ik ben bezig met bijvoorbeeld een omslagdoekje of wat dan ook. En ik ben aan het eind van mijn bol. Dus ik stel, ik ga van binnen naar buiten werken. Nou, in principe maakt het nu niet zo heel erg veel uit of je van buiten naar binnen gaat of van binnen naar buiten. Want de kleuren zijn bijna hetzelfde. Maar stel, je bent dus met je cake bezig en je hoeft nog maar een heel klein stukje, bijvoorbeeld één randje nog, te haken van bijvoorbeeld een omslagdoek. Dan is het zonde als je nog weer een complete cake aan moet gaan breken. Want dan blijf je natuurlijk daar weer met een restant van over. Dus, wat doe je dan? Dan pak je een bralette erbij. En dan kan je je laatste stukje van je projectje af gaan haken. Dus dat is echt een onwijs goede oplossing. Daarmee kan je dus gewoon echt heel gaaf je werk afmaken. Of als je bijvoorbeeld aan een rol genoeg hebt voor je project, kan je nog een roulette kiezen om bijvoorbeeld nog een afwerkend randje erbij mee te gaan maken. Dus het is gewoon echt onwijs leuk dat Scheepjes dit ook erbij gedaan hebt. En ook 19 kleurtjes ervan. Dus voor ieder ook wel wat wils qua kleuren. En dus gewoon daardoor ook echt met alle rolls te combineren. Je kijkt gewoon eventjes in je rol wat voor kleurtjes heb ik erin zitten. En dan kies je gewoon je bijpassende roulettes erbij uit. En dan kan je gewoon lekker aan de gang gaan. Wat ik ook al heel veel gezien heb, is dus dat mensen bijvoorbeeld lapjes aan het haken zijn met een roll. En dat ze dan bijvoorbeeld de roulette gaan gebruiken om de boel aan elkaar te gaan hechten. Dus het is natuurlijk ook echt een hele mooie oplossing. Dus ja, dat is echt een hele leuke aanvulling op de rolllijn. De roulettes. En dat zeg ik, ze zijn qua samenstelling exact hetzelfde als de Whirl. Alleen voor de Woolly Whirl zijn dus geen Whirlettes. Maar de Whirlettes met katoen, die kunnen uiteraard ook natuurlijk prima gebruiken bij je Woolly Whirl. Ondanks dat de samenstelling ietsjes anders is. Maar dat, je kan ze qua kleuren gewoon perfect combineren met elkaar. Dus dat is gewoon een hele leuke toevoeging aan de Whirl familie, noem ik het altijd maar. Dus het is gewoon echt een hele, hele uitgebreide lijn. 19 kleurtjes roulette en 54 kleuren van de roll. Dus gewoon echt heel breed. Dus dat zeg ik. Ik ben van deze garenlijn gewoon echt enorm fan. Maar goed, dat is dan een beetje de informatie over de rolls en de roulettes. Dus ik denk dat het nu gewoon tijd gaat worden om eventjes te gaan testhaken. Om te kijken of de naalden die aangegeven staan op het label ook voldoen voor mij. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Eventjes testhaken. Nou, ik ga uiteraard beginnen met de kleinste haaknaald. En het stukje waar ik ga testhaken blijf ik gewoon doorhaken. Maar dan elke keer met een wat grotere naald. Zodat we straks ook het verschil per naald kunnen gaan zien. Nou, het makkelijke ook is dat het garen vanuit het midden gepakt kan worden. Dus je hebt ook geen last van rondvliegende bollen. Dat scheelt ook enorm. Dus dat vind ik ook wel erg prettig aan het garen.
gaan we uiteraard beginnen met een lus op onze haaknaald. En dan ga ik voor het mooie eventjes wat inzoomen. Dan kun je het allemaal wat beter zien. Dan begin ik eerst even met een losse ketting. Nou, en wat ik nu al aan het garen merk is dat het gewoon echt heel soepeltjes over mijn naald gaat. En ik haak mijn losse ketting dan wel uiteraard wat losser. Dat het dan over het algemeen altijd wat makkelijker is om in te steken. Nou, het draadje voelt gewoon lekker glad aan. En het voelt ook niet aan alsof het splijt. Nou, de draad houdt ook verder gewoon lekker vast. Het voelt ook gewoon echt lekker stevig aan. Maar dat komt natuurlijk door de hoeveelheid aan katoen wat er in het garen zit. Nou, tot nu toe geen last van een splijtende draad. Ik kan makkelijk insteken, makkelijk omslaan en door de draad heen halen. Dus het garen het splijt niet. Nou, over het algemeen met dit soort draden is het altijd wel verstandiger om het iets strakker te haken, waardoor het dus eigenlijk nagenoeg niet gaat splijten. En vaak heb je, als je met een wat grotere haaknaald gaat haken, dat het garen dan toch wel wat meer gaat splijten, is mijn ervaring. Maar daar heb ik dus tot nu toe geen last van. Zeg ik, het gaat gewoon lekker soepel over mijn haaknaald heen. En ik let ook eventjes niet op waar ik insteek uiteraard. Het gaat gewoon puur om hoe het garen haakt. Nou, ondanks dat ik met 3 mijn losse ketting gemaakt heb, kan ik er wel makkelijk insteken. Er zit een mooie rek in. Het valt ook lekker soepel. Het voelt zo nog zachter aan dan dat het op de bol zit. Dus dat is ook wel erg prettig. Dus ja, een haaknaald 3 is zeker weten geschikt om met dit garen te haken. Nou, dan gaan we een haaknaald 3,5 pakken. Dat is dus een van de aanbevolen naalden op het label. Kijken hoe het garen zich dan houdt. Ik moet er natuurlijk wel bij vermelden dat het dus ook te maken heeft met jouw manier van haken ook. Hè? Dat iedereen heeft zijn eigen hand van haken. De ene persoon die haakt heel erg strak, de andere persoon die haakt heel erg los. Dus pas daar ook je haaknaald op aan. Dit is gewoon puur op basis van mijn manier van haken wat ik nu doe. En ik merk nu inderdaad al met 3,5 dat het garen echt een stukje soepeler valt al. Nou, nog geen last van het splijten. Even draad erbij. Nou, wederom, het is makkelijk insteken ook. Ondanks dat de steken eronder natuurlijk op een kleinere haaknaald gehaakt zijn. Het garen houdt zich gewoon prima. Tot op heden nog geen last van splijten. Met de haaknaald 3,5 is het garen ook gewoon, naar mijn idee, prima te gebruiken. Nou, zoals ik al zeg, het heeft dus ook gewoon echt enorm te maken met jouw manier van haken. Ik ken zelfs iemand die heeft dit garen zelfs al een keertje op een haaknaald 5 gehaakt. En toen zag het werk eruit zoals het er nu bij mij uitziet. Nou, geloof mij, als ik met een haaknaald 5 dit zou gaan doen, het zou echt één grote gatenkaas worden. Zo slap wordt het dan. Maar goed, met een 3,5 zie je dus al wel echt aardig verschil. De steken die zijn echt veel opener. Hier aan het begin onderaan die steken kan je het zien dat het allemaal veel losser eruit ziet.
De 3 hier onderop ziet er toch echt strakker uit dan de 3,5 bovenop. Maar verder, ja, het is gewoon wel prima geschikt voor dit garen. Dan ga ik nog eventjes het laatste met haaknaald 4 haken. Kijken hoe dat valt. Nou, ik merk dat alleen mijn losse ketting dat het enorm los gaat vallen. En dan pak ik weer even wat garen bij. Zo. Met een haaknaald 4 valt het inderdaad echt heel erg losjes bij mij. En mijn hand van haken is over het algemeen een beetje, ja, gemiddeld noem ik het maar. Ik haak niet extreem strak, maar ook niet extreem los. Maar zoals ik het nu met haaknaald 4 zie, is dat voor mij gewoon echt veel te los om te gebruiken. Nou, ik heb ook nog steeds geen last van het splijten. Dus dat valt alles mee. Dus dat betekent ook dat de getwijnde draad heel mooi is opgedraaid. Mooi stevig gedaan. Als je ook een hele losse getwijnde draad hebt, dan is het splijten van het garen natuurlijk ook veel meer aanwezig. Als je het nu ook inderdaad ziet, de bovenste, dus die met 4 mm, dit stukje, dat valt gewoon echt heel erg los. Ik zou dus voor een 4 mm gaan kiezen als ik een haakwerk heb waar bijvoorbeeld heel veel reliefsteken in gebruikt zouden gaan worden. Want die haak ik over het algemeen toch altijd wel even een stuk strakker. Dus er zou een haaknaald 4 voor mij wel beter geschikt zijn. Nou, een haaknaald 3,5. Dat valt ook bij mij gewoon heel mooi soepel. Iets losser ook. En een haaknaald 3. Die is gewoon naar mijn idee het beste om te gebruiken voor mijn hand van haker. Die valt gewoon, naar mijn idee, gewoon het mooiste. Dus ik zou in eerste instantie kiezen voor een haaknaald 3 om daarmee te gaan haken. Eventueel een haaknaald 3,5 voor als het echt eventjes wat soepeler allemaal moet gaan vallen. En een haaknaald 4 zou ik in dit geval dan ook niet echt heel snel voor gaan kiezen. Ook omdat je, ja, de openingen van de steek bovenin gewoon heel los zijn ook. Dus dat geeft naar mijn idee dan niet echt een heel mooi eindresultaat. Dus ik zou zelf kiezen voor een haaknaald 3. Maar goed, zoals ik al zei, dat is dus gewoon voor iedereen anders. Dat heeft echt te maken met jouw manier van haken natuurlijk. Ik ben dan een beetje gemiddeld qua haken. Dus ja, dit was dan ook het testhaken met het garen. Met dus de Verlet. En dat is gewoon hetzelfde dan met de Rul. Het garen is gewoon precies hetzelfde. Enige verschil is dus dat de Rul het kleurverloop heeft en de Rulet uit één kleur bestaat. Dus ja, dit was mijn testhaken met het garen. En dus ook een korte review op het garen. Ik ben er dus gewoon echt mega fan van dit garen. Mede doordat er gewoon echt zo onwijs veel kleurtjes van te verkrijgen zijn. En ook de structuur van het garen is gewoon echt heerlijk om mee te werken. Het is gewoon heerlijk zacht. Heel stevig. En dat komt natuurlijk door de samenstelling van het garen. 60% katoen. Dus dat zorgt echt voor die goede stevigheid van het garen. En dan 40% acryl. Nou, dat zorgt toch weer eventjes voor een wat zachtere uitstraling. En ook, ja, het gevoel maakt het dan ook echt een stuk zachter. En de Woolly Whirl, die uit 70% katoen en 30% wol bestaat, die voelt ook gewoon heerlijk zacht aan. Het voelt niet stug. Dat je ook nog wel eens met bepaalde wolsoorten dat het heel stug aanvoelt. Maar zo op de bol valt het dus gewoon echt reuze mee. Plus het voordeel, ik kan het aanraken.
Niet alle wolsoorten kan ik aanraken, want daar krijg ik gelijk gigantische jeuk van. Maar daar heb ik bij deze dus gelukkig geen last van. Dus ja, gewoon echt een super goed gaaf garen is dit. Dat is echt een mooie kwaliteit. Het enige wat je wel kan hebben, en dat zie ik dan toevallig hier zitten. Dan trek ik het er een heel klein beetje tussenuit, zonder de boel in de knoop te trekken. Kijk, dat is dit. Dit is dus zo'n kleurovergang waar ik het over had gehad. Dus op dit punt zijn er dus weer draadjes aan elkaar geknoopt, wat zorgt voor het subtiele kleurverloop. En dan heb je dus dat het een beetje, ja, een wat heftigere pluis geeft op je draad. En volgens mij noemden ze dit ook een yarnbus. Of een yarnfus. Iets in die richting. Dus gewoon echt een garen pluis. Ik heb al een aantal keren met het garen iets gehaakt. Dat ik het ook tegenkwam. Nou, en over het algemeen kreeg ik het gewoon echt perfect weggewerkt in mijn werk. Want wat ik doe is dat ik dan eventjes mijn vingers wat nat maak. En dan over de draad heen ga draaien. En dan zorg je er dus voor dat het pluisje zeg maar een beetje echt in die draad meegedraaid wordt. Dus dan zie je het nagenoeg niet meer in je werk. En anders wat ik dan doe is dat ik aan het eind van mijn werk gewoon eventjes ga controleren op de kleurwissels. Hoe het eruit ziet. En dan kan ik eventueel heel voorzichtig de kleine pluisjes met een schaartje eraf knippen. Dus dan zie je het helemaal niet in je werk. Maar daar ontkom je dus helaas niet aan bij dit garen. Dat komt gewoon door de samenstelling van het garen. Door het kleurverloop. Het gaat echt per draadje dat ze het kleurverloop laten gebeuren. Dus je krijgt gewoon van dit soort stukjes in je bol. Daar kan je gewoon echt niks aan doen. Daar kan je scheepjes ook niet kwalijk nemen. Dat is dus het enige nadeel aan dit garen. Dat kan scheepjes ook gewoon echt niet op een andere manier oplossen. Dan door het op deze manier te doen. Maar dat zeg ik, het is verder niet storend om terug te zien in je werk. Ik zie het eigenlijk helemaal niet terug in mijn werk. Maar goed, dat is dus nog een klein beetje aanvullende informatie over dit garen. Ik ga er lekker mee aan de slag. Ik heb aardig wat bolletjes in huis nu, zoals jullie hebben kunnen zien. Verschillende kleurtjes. En deze gaan jullie ook terugzien in toekomstige tutorials van mij. Want ik heb al twee projecten in mijn hoofd zitten die ik hiermee wil gaan haken. Dus dan zien jullie het garen ook terugkomen in die tutorials. Dat was dan de review van The Roulette en The Roulette. Zoals je hebt kunnen zien kun je ze perfect met elkaar combineren. Deze kleurencombinatie is niet echt een combinatie die je gauw met elkaar zal gaan combineren. Maar dat maakt verder ook helemaal niet uit. Er zijn heel wat kleurtjes, zoals jullie ook hebben kunnen horen. Het enige wat er nog te melden valt over dit garen is de prijs. The Roulette, dus de grote cake met het kleurverloop. Die is met richtprijs rond de 25 euro te koop. En het is eventjes een uitgave. Maar voor de hoeveelheid garen die je krijgt. En voor de kwaliteit die je krijgt. Is die 25 euro echt meer dan waard. Ik heb dus nu meerdere van deze bollen in huis. Jullie zien het ook achter me. En de andere die moet ik nog eventjes op gaan bergen. Maar ik vind 25 euro echt prima te doen voor zo'n cake. De roulette, dus de kleine unikleur, zilver garen, die zijn om en bij de 7 euro. Is dat dan qua richtprijs, kan altijd iets goedkoper zijn, maar meestal zo rond de 6,95, 7 euro wordt er gevraagd voor zo'n bolletje. En ik vind het echt super dat Scheepjes ook deze uitgegeven heeft, want daarmee kun je dus ook je whirls gaan verlengen. Stel je bent met een roll bezig en je komt toch net even een klein stukje tekort. Dan kan je dus perfect zo'n bolletje erbij pakken om toch nog eventjes je werk af te kunnen ronden. Of eventueel een leuk randje of iets dergelijks ermee te kunnen geven. Dus het is echt een perfecte combinatie met elkaar. Ik ben echt mega fan van deze. Ik heb ook al een
aantal hele leuke ideeën in mijn hoofd zitten om deze voor te gaan gebruiken. Dus jullie gaan ze ook terugzien in tutorials van mij. Ik ga het eerst even testhaken en als dat gelukt is, dan zien jullie de tutorials verschijnen op mijn kanaal uiteraard. Dus dit was mijn review van dit garen, van de Rural & The Brulette. Echt heerlijk garen dus. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval weer erg leuk om hem op te nemen voor jullie. Wat ik ook heel erg leuk zou vinden is als jullie abonneren op mijn kanaal. Doe dat door eventjes een klik te geven op die rode abonneerknop. En dat kost je helemaal niks, dus klik er ook vooral eventjes op. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatisch een melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Zo mis je dus helemaal niks van mijn kanaal. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!